Sinds kwart is het televisiebeeld van RTV NOF, die kabel Noord, een stuk helderder. Maar hoe kan dat? Dat kan omdat RTV NOF nu nog in betere kwaliteit het televisiesignaal ons aanlevert. Dus wij sturen het nu uit in twee kwaliteiten. Eén voor oude tv's en één voor nieuwe tv's. En de mensen met een nieuwe tv die zullen dus een verschil merken. Ik ben een soort meesten thuis in verband met het coronavirus. Wat doet Kabel Noord voor haar abonnees? Wij hebben een aantal extra zenders opengezet die normaal betaald moeten worden en achter de decoder zitten, zoals dat heet. Die zijn nu voor iedereen te zien die over digitale tv beschikt. En dat gaat dan over 4 filmkanalen, 3 actualiteitskanalen en ook nog 6 kinderkanalen. Een wereldwijde toename in het gebruik van het internet en televisie kent het netwerk van Kabel Noord dit om. Ja, we zien wel duidelijk meer vraag vanuit de klanten, maar ons netwerk is heel geschikt om dat op te vangen. Wij hebben daar geen enkel probleem mee. Dus jullie ook echt de pieken dan, of niet? Ja, wij kunnen heel goed zien dat er een pieken zitten in het verkeer, veel meer dan normaal door de week. Hè, want meestal is het gebruik het grootst in het weekend en eigenlijk is nu de hele week weekend geworden. Nou, dat is natuurlijk duidelijk omdat iedereen thuis zit. Je bent druk dwaan in de regio met het uitrollen van het glasvezelnetwerk. Gaat het gewoon door volgens planning of in het vertraging op? Het graafwerk buiten, dat gaat gewoon door. Dat is niet onderhevig aan maatregelen voor het coronavirus. Maar soms moeten er ook mensen werkzaamheden doen bij klanten thuis. En daar hebben we nu even van gezegd, nou, dat doen we mondjesmaat, alleen als het noodzakelijk is. Je verheert tarieven per 1 mei, waarom is dat? Ja, onze kosten lopen ook gewoon door. We moeten de tv-zenders weer meer betalen dan vorig jaar. De aannemer wil wat meer hebben. Ons personeel krijgt er wat bij. Dus we moeten onze kostenstijging ook doorberekenen zoals we dat ieder jaar doen. Maar we blijven een van de goedkoopste aanbieders van Nederland.